Blondie die heeft een wondje en dat geneest niet helemaal lekker. Dus nu heb ik van Ecostyle heb ik pyrogenium gekregen. En dat helpt tegen infecties. En dan kan je dat gewoon geven en dan zou ze sneller moeten genezen. Er zit geen wachttijd op, staat er. Nou, diergeneeskundig gebruik. Dus ik moet niet zoveel beter, misschien ook wel. Het wordt voor van alles gebruikt. Eierontstekingen, tussenklauwontsteking, nooit van gehoord. Baarmoederontsteking zal ze ook niet hebben. Maar het schijnt ook heel goed te werken voor allerlei wondjes of om de weerstand te verhogen. Dus wat ga ik doen? Ik ga het aan Blondie geven, maar ook aan Verona. Ik ga dit dus aan Verona geven, omdat zij wel gezond en fit is. Maar nadat ze die oorblans gekregen had, was ze heel erg krachtig en fit. En dat vind ik nu wat minder, dus ik ga het ook aan Verona geven. En ik heb begrepen voor een paard met 10... onderhuis. Nou, dat doen we niet. We doen wel oraal. Ik kan ook injecties geven, maar dat ga ik dus nu doen. 40 druppels. En dat meer staat er niet, dus dat vind ik wel lastig, want 40 druppels voor Verona is iets anders dan voor Blondie. Want Blondie weegt, nog geen 400 kilo en Verona weegt bijna 600 kilo. Misschien de helft. Dus ik doe wel 30 druppels bij Blondie en dan 40 druppels bij Verona. We kijken of er weer, er zit weer een spuit in. Zonder naald. Gelukkig. Nou, nee. Er zit een naald erbij. Dus dit is ik gebruik alleen de spuit. Er zitten wel ook naalden bij. Tadaan. Ik ga dus niks met een naald doen. Daar voel ik me niet goed bij. Dus ik ga die milliliters wel gewoon afplezen en in hun mond spuiten. Dat lijkt me dan het makkelijkste. Aardje er nog bij. Aanvullende gebruiksaanwijzing. 5 dagen, 2 tot 3 keer per dag. En als je een injectie geeft, mag het 1 keer per dag. Zo. 40 druppels. Wat is 40 druppels? Oh, er komt niks uit nu. Het is doorzichtige vloeistof. Ik denk dat er stond 10 milliliter. Dus ik denk dat dit wel 40 druppels zijn. Dat hoop ik dan maar. Zo. Dan ga ik het aan Blondie geven. Nou, blonde pony. Daar komt het. Ik ga het hier mee spuiten, pony. Maar kijk dat stom vinden. Ja, zij vond het niet zo erg. Ja. Smaakt raar. Ruikt raar. Nou, dan ga ik dat bij Verona ook doen. Zo jongens, het is super heet. Het is echt een, om het zo te zeggen, een roerhitte. Zo is het ook een soort van uitgeroepen, want het wordt 40 graden. En hier is Bukas Blondie. Het is heel lief vandaag. Ja, het is heel lief vandaag. Daar ben ik heel blij mee dat het vandaag lief is. Het is vandaag. Ik wou dinsdag zeggen, maar het is vandaag woensdag en Jules en ik zitten zonder zadel op de ponies. Ik zit op Blondie, zij zit op Bel. En wij gaan even verder stappen. De reden waarom wij zonder zadel stappen is omdat het... Mama wordt bijna aangevallen door Bella. Omdat het bijna 40 graden is. Horrorhitte dus. En dan is op dat moment... Zonder zadel stappen beter dan rijden. Dus wij gaan zonder zadel stappen. Zo, het is vandaag donderdag en Jules daar achterin heeft vandaag bij me gelogeerd. En was het leuk, Jules? Ja. Mooi. Vandaag is het snikheet. Het is nu 9 uur en het is al 26 graden. En dat is heet. Het zou vandaag, ik heb gekeken, in een Ermelo wordt het vandaag 40 graden. Dus ik hoop dat het hier niet wordt. En waar is de Go Social Barbecue? In Spankepelle. In Spankepelle. Dan ga ik zo... Bij Escha hebben we een Go Social Barbecue. Ik ga zo even kijken hoeveel graden het daar wordt. En ik hoop dat het daar geen 40 graden wordt. Doei.
ben benieuwd. Zo, ik heb het opgezocht en het wordt daar helaas ook 40 graden. Nee! Ze hebben airco. Ze hebben airco in een zwembad, dus dat is beter. Nee, airco en een voetenbadje. Airco en een voetenbadje. Maar die is lek, krijg ze niet op gepompt. Maar goed, iemand anders neemt volgens mij ook nog wat mee, dus we gaan het zien. Ja, ja. Zo, te warm. Het is die donderdag dat het 40 graden wordt. Dus heeft het al een paar keer gezegd. Paardjes ga ik afspoelen. Tenminste, Vrona en Henja. Ga ik afspoelen en daarna even in de molen zetten. Het is nu 9:50, dus het gaat nog net. En dan spoel ik ze nog een keertje af. En dan gaan wij dus naar de social barbecue. En dan houden stalgenoten de paardjes even in de gaten of alles goed gaat. Want het is echt warm. Doei. Ja? Ik doe. Ik wil Bella's box zetten. En zorg dat ze niet uitloopt. Oké. Vrijdag en we zitten midden in die horrorwarmte zoals het genoemd wordt. Dus het wordt vandaag weer 37 graden. Gisteren was het 44 graden, zag ik in de auto. Plaatje erbij dan. Vroon kan dus wat minder makkelijk. Tenminste, ik wil Vroon niet echt belasten met dat hete weer. Maar ik ben bang voor publiek. En toen bedacht ik me... Ja, je kan Colesan natuurlijk ook gewoon preventief geven. Dus dat ga ik even doen. Dan, ja, ze ziet er nog steeds vrolijk hip en vrij uit hoor. Maar fris en vrolijk uit. Ook hip, ja, ze is hip met 17 jaar. Maar ik denk, ja, weet je, er zit niks ergens in. Dus ik ga het ervan naar geven. Kijk, ze is nog helemaal happy. Als ik zo meteen hiermee een spuit in de mond ga stoppen, misschien wat minder. Maar ja, misschien is het alleen maar voor mijn gevoel. Maakt niet uit, ik ga het toch doen. Jou is Jou. En ik heb gezwommen. Ik ga daarheen en ik hou jullie heel goed vast. Niemand mag mij er nu in duwen. Diegene die mag een camera terugbetalen. Oké, we zagen net dus een vis. Eén dode vis is hier en een half levende vis. Dus we gaan even kijken hoe ver de vis is. Ik hoop dat die niet heel dichtbij is. Nou, ook weer wel. Ik ga er even bij zitten. Nou, hier hebben we dus in gezwommen. En we gingen van hier, gingen we naar daar ergens. En er zwemt hier ergens een vis. Alleen het duurt altijd even totdat het hier is. Oké, daar jongens. Ik ga even proberen in te zoomen tot ik daarbij kan. Kijk, daar is een klein wit stipje. Nee, ik kan beter zien dan jullie. En daar is ook een vis. Wat doe je? Dat denk ik ook. Anders gaan we daar gewoon even heen. Ik ben zo bang dat ik die camera laat vallen. Gaan we daarheen. En dan gaan we kijken of we wat van wat dichterbij kunnen laten zien. Oké, daar zit iets omhoog. Dat is de dode vis. Voor de rest kan ik niet echt de vis zien.